bedenken hier vandaag die 7 mensen vermoord door de staat. En we zetten de strijd voor tegen het werk als zodanig. Want wat is dit voor teringzooi? Door de strijd van de generaties voor ons hebben we vooralsnog en niet in alle omstandigheden die 8-uurige werkdag. Dat is beter dan als we 14 uur per dag hadden moeten werken, dat klopt. Maar dat betekent dat we nog steeds 5 dagen per week, 8 uur per dag, geen enkele controle hebben over wat we doen met ons lichaam en wat we doen met onze tijd. Dat betekent nog steeds dat het merendeel van onze energie, onze levenskracht en een groot deel van ons leven wordt weggegooid. De bodemloze put in gaat van het allemaal meer produceren, meer troepen ons heen en het maken van meer winst voor de baas. En die goederen en diensten die we met z'n allen maken, die kunnen we met z'n allen terug gaan kopen. De natte droom van het kapitalisme achterna rennen. Door een iPad, pot, phone, wat dan ook te kopen. Door het geld wat dat kost op de gezamenlijke rekening te storten van een stel klootzakken aandeelhouders en managers. Die zelf nog nooit 1 iPod, pad of phone of machines die dat doen in elkaar hebben gezet of hebben onderhouden. Bovendien, zoals een kennis van me dat altijd uitlegt. Als dit hele papiertje de shit is die jij produceert, de diensten die jij levert, dat de geldwaarde daarvan is. Dan is dit je loon en de rest dat noemen ze winst. Het is pure uitbuiting. Natuurlijk komt er dan een punt dat mensen die shit die ze hebben gemaakt niet meer van de baas kunnen terugkopen. En dan zakken de winsten in elkaar. En dan heb je een zogenaamde crisis. Een crisis omdat wij zoveel hebben gemaakt voor zo weinig loon, dat we het niet meer kunnen kopen voor een prijs dat het bedrijfsleven denkt, nou, dan maakt er genoeg winst op. Maar wacht, de oplossing daarvoor is snel gevonden. Dan laat je mensen toch gewoon heel veel lenen. Dan moeten ze bovendien flink doorwerken om die schuld af te betalen. En dan produceren ze nog meer shit. Die dan ook weer allemaal gekocht moet worden, waarvoor je dan weer meer geld kan gaan lenen. En nog meer moet werken om die schuld weer af te betalen. Enzovoort. Een win-win situatie voor staat en kapitaal. Of toch niet, want we zitten alsnog in een crisis. Paniek, brand, de wereld gaat eraan. Behalve als iedereen inlevert. En met iedereen, dan bedoelen ze mij, bedoelen ze jou, maar vooral niet hunzelf. Niet de bazen en aandeelhouders. Want dat zij te weinig winst maken, dat is de crisis. Dus inleveren maar, de vrede zijn wat minder, want anders. Maar ook, het is allemaal zo erg nog niet. De fundamenten van de economie zijn goed. Dus ga gerust weer zoveel mogelijk kopen en daarvoor bergen geld lenen. Maar, dat begrijp je natuurlijk wel, het is jouw eigen schuld als dat jou in de problemen brengt. Had je maar harder moeten werken of minder moeten lenen. Juist. Maar goed, die diefstal, die uitbuiting, dat bedrog, dat is misschien niet eens het ergste. Oké, ik maak meer dan ik krijg. De wereld is kut en mensen zijn naaiers. Dat wordt me in ieder geval altijd verteld. Dus als ik bestolen word, dan ja, had ik het ook wel een beetje kunnen verwachten. Maar dat wij ons hele leven lang het grootste deel van onze kracht kwijtraken, een groot deel van ons leven zien verdwijnen, omdat we worden gedwongen iets te doen waar we eigenlijk helemaal geen zin in hebben, dat is voor mij de druppel die de emmer doet openlopen. Maar daar kies je toch zelf voor, klinkt dan het refrein van de liberaal. Je kan toch ook ander werk zoeken, of voor jezelf iets beginnen. Ja, inderdaad, je kan ook door een ander genaaid worden, of toezien op je eigen genaaidheid. En wat nou vrije keuze? Dat de politiek is gebaseerd op een geweldsmonopolie van de staat, of ik zet jou een pistool tegen je kop en je doet en laat wat ik zeg, of je hersenen verfraaien die muur achter je, dat is voor veel mensen wel duidelijk. Voor de liberaal bijvoorbeeld ook. Daarom wil je een zo klein mogelijke overheid. Maar in de economie is precies hetzelfde aan de hand. Daar is het, jij doet en laat wat ik zeg, of ik pak jouw vreten af. En dan ga je dood van de honger en plaats hem door de kogel. Maar in Nederland hebben ze dus de verzorgingsstaat, schreef dan een sociaaldemocraat. Klopt, vooralsnog een beetje en vooral ook steeds minder. Maar net zoals de staat je in de regel op het moment geen kogel door je kop duwt, maar je simpelweg vermoord in een sociale zin door je op te sluiten in een hok, op dezelfde manier staat je een sociale dood te wachten als je weigert te werken. Met net genoeg geld om je lichaam in stand te houden en een hok te betalen wat dan je huis zou moeten voorstellen. En dan kan je voor de rest helemaal niks. Uitgaan met je vrienden is te duur, bij een voetbalteam gaan is te duur, zelfs de liefde is vaak te duur omdat er tegenwoordig de hele romantiekindustrie op is gebouwd. Van Valentijnsdagen, bossen rozen, flessen dure wijn, romantische avondjes, een dure restaurant en romantische tripjes naar Venetië of Parijs. Voor de meeste mensen is er ook maar één ding erger dan werken en dat is werkeloos zijn. Die staking en die reeks demonstraties waar de dag van de arbeid haar oorsprong heeft, had ook nog een andere eis. Het terugdraaien van ontslagen en tegen het opstellen van lijsten van vakbondsactivisten die dan nergens meer aan het werk komen. In de media worden wij vaak werkschuwtuig genoemd. We zouden zo lui als de tyfus zijn. Parasiterend op de hardwerkende Nederlander.
alsof die hardwerkende Nederlander zo hard werkt omdat hij het wil. Die hardwerkende Nederlander die werkt zo hard omdat hij het moet. En als het even kan om niet zo hard te werken, dan doet hij dat ook. Op de enkele workaholic na is die harde werker ook werkschuw. Hij ziet alleen meestal geen enkele manier om onder dat werk uit te komen. Er zijn sommige mensen die zeggen fuck it. Die deserteren uit het leger van de werkende en werklozen. Die gaan met een groepje van 10, 20 of 30 mensen ergens op het platteland zitten om daar een eigen samenleving op te bouwen. Zoveel mogelijk in hun eigen dingen te voorzien, het land te bebouwen enzovoort. Zodat ze niet meer hoeven te werken. Zijn die mensen werkschuw? Ja. Zijn die lui? Duidelijk niet. Doe ze maar eens na. Er zijn sommigen die doen een beetje hetzelfde, maar dan in de stad. Kraken een pand te bezetten en braakliggend terrein. Doen er alles voor om de hoeveelheid geld die ze nodig hebben zo klein mogelijk te houden. Zodat ze daarvoor zo min mogelijk hoeven te werken. Zodat ze meer tijd hebben voor andere dingen. Ze knappen het pand op, bouwen iets moois, met bijeenkomsten, feesten en workshops. Zijn die mensen werkschuw? Ja. Zijn ze lui? Nee. Er zijn sommigen die concentreren zich op het verspreiden van het idee dat het anders kan. Dat de wereld van het werk niet de enige mogelijke is. Publiceren teksten, gaan veel in gesprek met anderen. Zetten acties op, bijvoorbeeld pickets bij uitzendbureaus en demonstraties tegen het kapitalisme. Waarbij ze bewust zoveel mogelijk andere mensen proberen te betrekken. Steek hier, kortom, heel veel tijd en energie in. Zijn die mensen werkschuw? Ja. Zijn ze lui? Nee. En dan zijn er sommigen die denken niet dat je anderen zomaar kan overtuigen van een idee. Of simpelweg dat de meeste mensen het als spuug zat zijn en iets anders willen, maar niets durven te doen. Het ik wil wel, maar niemand doet iets. Ze brengen hun tijd door met het schrijven van opruiende teksten, het maken van plannen enzovoort. Hun woede te laten blijken in woord en daad. In de hoop de vonk te zijn die het kruidvat doet ontploffen, de benzine van de frustraties, verneukte dromen en desillusies van de mensen om ons heen te doen ontvlammen. Die iemanden te zijn die wel iets doen. Zijn ze werkschuw? Ja. Zijn ze lui? Nee. En de rest? Die mensen die geen manier weten om uit de shit te komen, die hardwerkende mensen, zijn ze apathisch? Ja, op een bepaalde manier kan je dat zeker zeggen. Maar het is dan ook weer niet dat wij precies weten hoe we uit de wereld van het werk kunnen ontsnappen. De precieze stapjes die we moeten zetten met de teringzooi van het nu te komen. Naar een wereld waar creatie, niet werk, vrije associatie, niet winstmaximalisatie centraal staat. We weten dat willen we erachter komen, we het gewoon moeten gaan doen. Door het proberen zullen we het leren. Lieve mensen aan de zijkanten die zoiets hebben van, what the fuck is hier aan de hand? Die apathie die verwijder ik jullie niet. Je hebt mensen die zeggen, niets doen is geen optie, maar niets doen is altijd een optie. Misschien niet de beste, maar vaak lijkt het wel de enige. Nou hier zie je de mogelijkheid om iets te doen. Die apathie die is heel makkelijk op te lossen. Loop mee, doe mee, organiseer mee en rebelleer mee. Want wat hier aan de hand is, dat is proberen te zetten van een van die duizenden stappen naar een betere leven. Wat zeg ik, naar daadwerkelijk te leven.